Het beeld van de coronacrisis in Zuid-Holland-Zuid is niet anders dan in de rest van het land. We zien wat minder druk in de ziekenhuizen, maar de zorgen over wat er aan de hand is in verpleeghuizen, die nemen toe. Ja, in de verpleeghuizen zien we natuurlijk wel een toenemend aantal besmettingen. Die toename van het aantal besmettingen wordt ook veroorzaakt doordat we specifiek zijn gaan testen voor zorgmedewerkers niet uit het ziekenhuis. Dus we vinden daar ook meer besmettingen. Er is ook wel sprake van meer besmettingen onder bewoners. Het complete zicht daarop is natuurlijk is enigszins lastig te krijgen, omdat we destijds een testbeleid hadden waarin bij een aantal vastgestelde gevallen die dan overigens keurig aan ons gemeld worden. Ja, dat moeten ze, hè? Even voor alle duidelijkheid. Het is een infectieziekte A wordt het genoemd. Dat betekent een coronageval moet je melden. Maar ja, als je alleen maar de verdenking van corona hebt, dan hoef je het niet te melden. Dus ja, dan weet u het gewoon niet. Ja, dat is eigenlijk een van de vraagstukken. Hè? Dat de instellingen melden keurig overigens hun bevestigde gevallen. De manier om dat op te lossen is dat de instellingen zelf ook nog wat uitgebreider testen. En misschien moeten ze ook een beetje transparanter worden. Want sommige instellingen die willen gewoon geen antwoord geven op de simpele vraag hoeveel mensen zijn er bij u besmet. Onder andere vanuit privacyoverwegingen wordt er dan gezegd, zeggen we dat niet. Ja, ik denk dat het. Ik zie daar een wisselend beeld. Ik zie ook dat sommige instellingen er vanuit hun beleid zeggen van ja, wij laten zien hoe het is. Maar ik kan me ook wel enigszins voorstellen dat gezien de berichtgeving rond de verpleeghuizen, sommige mensen. Ja, ongerustheid is er al volop. Dat snap ik. Maar de ongerustheid kun je natuurlijk ook nog verder opvoeren door zo geheimzinnig te gaan doen. Ja, ik denk dat onnodige geheimzinnigheid is niet gewenst. Dat is helder. Nee, het ene verpleeghuis heeft daar net een ander beleid in dan het andere verpleeghuis. Waar het mij om gaat is dat we het virus met elkaar bestrijden. Dat wij ook als crisisorganisatie zicht hebben op wat er in die verpleeghuizen gebeurt. Ja, dat heeft u dus juist niet. Nou, wij hebben op zich wel in kaart de mensen die daar positief getest zijn. Wij krijgen ook van elk verpleeg- en verzorghuis door hoe het ervoor staat met het aantal mensen dat komt te overlijden. Maar wat vindt u ervan dat die instellingen eigenlijk gewoon informatie verzwijgen? Dat als je dus vraagt hoeveel mensen zijn er besmet, krijg je die informatie niet. Wordt onder andere met privacy geschermd dan? Ik denk dat het inderdaad helpt als verpleeg- en verzorghuizen daar transparant over zijn. Want wij nemen de maatregelen die nodig zijn om hen te voorzien van de middelen die ze nodig hebben. Te zorgen dat ze hun werk kunnen doen. Maar het helpt er natuurlijk bij als een verzorgtehuis ook naar buiten toe gewoon wel laat merken hoe de vork in de steel steekt. Ja, want verzwijging leidt natuurlijk tot veel meer ongerustheid. Ik spreek ook mensen die zeggen, mijn ouders liggen in een instelling waar ik zelf niet naar binnen mag. Ik weet niet wat daar gebeurt. En ik hoor soms verhalen dat er huilende uitzendkrachten lopen en dat vaste personeel ziek gemeld is. Ik vind dat heel alarmerende verhalen. Ja, dat zijn wel verhalen die ik niet ken uit onze regio. Ongetwijfeld zijn er individuele gevallen waar vraagtekens bij te zetten zijn. Het algemene beeld wat ik heb is dat instellingen ook met familieleden van bewoners heel goed communiceren, vertellen wat er gaande is en waar mogelijk ook contact tot stand helpen brengen. Dus ik heb over het algemeen echt het beeld dat zorginstellingen alles doen om ook in deze bijzondere situatie hun werk goed te blijven doen.